wel een dynamisch duo voor mij echt pis te maken. Hallo. Ja. Hallo. Hij staat over een dynamisch duo. Hallo. Hallo. Ik ben meneer Snake. Het is Patrick L. Ik ben onschuldig. En Happy Papi El Rappi. Daar kwam lichtbank mee, ik heb het nooit gezegd. Jawel. Nee. Je was letterlijk altijd zo van... Willen jullie Dota spelen? Dat vond ik fucking wel leuk. Hij is MMR, hè? Champ. Ja, ik ben echt... Ik wou dat ik... Laat me even kijken naar mijn recent games. Ik ben sinds... eergisteren... een goede 200 gezakt. Omdat ik altijd... Hoezo? Omdat ik altijd moet huilen van het feit dat mensen die dan 4.9k zijn dan gaan doen alsof ze het spelletje helemaal door hebben. Ja, en dus posities mogelijk beter bij POS 5 spelen. Wat wil je ze doen? Mag ik een potje POS 5? Sure. 5 seconds remaining. Imgo Dazzle. Dat maakt me altijd een beetje verdrietig. Want ik kan niet zeggen van ja, maar mijn MMR is hoger, want mijn MMR is belachelijk laag. Rie! Dat is een rie als ik hem heb ooit heb gehoord, zeg. Ja. Yeah. Ik ben een sad boy. Een van de meest irritante dingen right now is dat mensen gaan kijken naar je average GPM en daarop gebaseerd je gaan flamen. Nou, dat slaat nergens op. Ja, dus als je een heer kerel bent die altijd support speelt, dan weer een keer carry. Mijn GPM is 300, Renoop. Actually, ik heb best wel, ik heb redelijk een GPM average. Hoewel ik best wel vaak subs wil. Waar kan je dat zien? Wat heb jij dan? Profile. Mijn average GPM is 5. Ik heb 1 minder, godverdomme. Ja, fuck you, blauw. Oh, little bitch boy. I blame that on the Last Silencer game. But waar kan ik het ook bij? Had ik 2 keer zoveel farm als Sliver, somehow. Sliver, trash dog. Ja, omdat ik 3 keer naar die andere luisterde en top ging. Ja, nooit, altijd naar mij luisteren. Wow. Altijd. Heb ik je ooit astray gelied? Ja. Ja. Wat, wanneer? Gisteren. Wat? Wanneer? Range. Ja? Waar kan je dan average GPM's? Oh, what do I pick, sir? Ik heb 458. Feels good, man. Ik heb zin in Puck. I'm sure you go roaming Puck. No, we go offlane. Ah, oh, oké. Okay. Wel clicker offlane Puck. Hè? Clicker? Clicker Puck? Clicker, hallo? Ja, met rapid fire op je level 25. Oh, please, spring van een brug. Clicker Tinker. Clicker Puck. Offlane Click Puck. Oh, ja. Invoker Pickers. Hmm. Is dit nog steeds een anti-mage game, ook al hebben ze Kotl? Ja. Ja. Alleen we hebben SF. Maar we hebben Ajax in. Hmm. Hey Max Verstappen, kan je even remmen? Ja, Chris, stop. Stop maar. Manali kan je keigoed blinken, ik weet niet wat het probleem is. Sliver, verkoop jij de observer, maar ik kom zelf wel. Nul en oké, okay, ik denk dat ik daadwerkelijk caster build ga deze game, want ik wil echt een blink tegen deze line-up en eigenlijk ook een Jules. Ja. Yeah. Dus dan hebben we een right-clicker nodig. Blauw, dus... ik heb een beetje je opinie nodig. Ik ga eigenlijk altijd qua talent build, mensen worden hier boos op, maar ik ga vrijwel altijd die spel amp en die plus raise damage. Dus right-click. We hebben een andere right-click. Ja, ik wou net raden, niet de tower damage zeker. Ik dacht misschien aan Spectre. Is dat dan langzaam? Ik denk AM. Je bedoelt, welke is dat? Op 15, wat heb je dan? Nee, op 15 neem ik meestal wel gebruik door, soms wel move speed, maar meestal... Move speed is nou ook wel de heel legit op 15. Ja, precies. Maar mensen worden toch boos dat je 10% spell amp verkiest boven 20 attack speed. Oh nee, dat, I don't agree with that. 10 spell amp is heel fine, is prima. 10 spell amp is fucking amazing. En ook ik bedoel, Ember was OP met 10 spell amp op 10. Ja, precies. En ook die plus raise damage is insane als je gewoon in fights nog steeds raises gebruikt. Vooral nu het ook stacked. Spellamp zou ik op level 10 bijna altijd pakken als SF. Want je early damage is magic. Damage increase. Mensen zaten erover te zeiken en ik was gewoon... Ja, en dan waren ze van, maar je farm speed. En like, bitch please, I use raises. Ja, precies. Nou. Ops. Blauwoog zegt het. Sorry. Auw. Tangerine. Oh, dang it. Merci. Ik doe er een dansje voor. Oh, dat is zo nice. A presence aura effects building is niet altijd is nodig. Goed, want ik heb meestal als de game gewoon bad gaat, ga ik gewoon de autistische tower pusher spelen. Ja.
En de dan, mouw bedoel je? Zeg maar, evasion is goed in heel veel games. In deze game valt het wel mee. Evasion is toch goed als je gewoon tegen veel klikkers zit. Ja, ja precies. Maar die Shadow Race damage is zo belachelijk veel. Nou, ze hebben alleen Void als klikker hier, dus ik zou gewoon de damage pakken. En dan de Souls op 25. Pretty sure. Als je Axe gaat sowieso. By the way. Ja. Maar ik ga dus wel iets van Blink... Nee, Aquila, Blink, Jules... Axe. Into Action. Oh. Hij gaat op ze. Laat hem worden. Oh, Migado. Iedereen is gewonnen. Ik ben gesunstrijk ook nog. Oh, Ajax. Don't block me, you fucker. Don't sacrifice me. You little bitch. Go turn. You're not against an ogre, sir. Assault and battery. Oh, en een... Ja. Dat, ik heb volgens mij nog geen spookier level 1 gezien dan dat. Assault de batterij. Dat is Clock Ogre Kotl level 1. Good luck with that. Ja, ik ga ook echt genieten van mijn midlaan. Ik hoop dat ik wel een wardje in mijn laan geplaatst kan worden. Ik heb er net een safe lane geplaatst, het spijt me. Nee, dat is fijn. Maar range. Ik heb een gratis mango gehad, ja! Oh ja, Blauwoog, vertel me! Ik heb nu al een magisch stokje, wat ik in zijn anus kan prikken. Mm. Lekker. Mm. Daar houdt Puck wel van. Nee, de Void. De Void. De Void, ja. Ik prik het in zijn anus, ja. Niet... Puck houdt van prikken! Oh. Oh, ja, goede grap, goeie grap, ha. The board's missing, oh, Kotlus stopt, nice! Ja, ze gaan hier nog aggressive tri-lane of zo. I really want to take face shift against this guy, but... Oh my god, ik ga gewoon met hem treden. Last hit is goed gefixt en vervolgens opgefokt. Auw! What the Kotl, how is this balanced? Oh, ik ben gegankt. Oké. Okay. Oh, jij bent harder gegankt dan ik aan de ganken was. Mag ik een tipje gedropt krijgen? Ja. Ik drop hem. Oh, bleed. Ree. Ik dacht ik ben een goede support. Ik denk dat je wel even in mijn lane moet blijven zodat ik een paar souls kan pakken zonder dat ogre me gewoon... Ja, dat... Ja, ik weet dat je dat aan het doen was. Wat wil je hiermee bereiken? Het is fijn, Kotteltje spamt de wave, dus ik heb free wave gehad. Dang het, hij stond niet in de healbond. Sorry, ik dacht ik me niet zou hebben. Fucking Kotl players. Een bodrum check. Wow! He just jumped forward to take 5 Wat is deze Void? Ik ga zijn bounty pakken. De Slipper! Help! Deze Void sprong net naar me toe om 3 tower shots te tanken. Pak maar. Wat is zijn probleem? Ja, een turn. Ajax? Ah, oh, Ogre is hier ook. What the fuck, man. Niet leuk. Slow? Klik. Ja, slow is heel zwak level 1. Aan de kant? Nee, dat was niet. Ik heb een hele rough mid lane. Right now. Ja, ik kom er weer aan. Veel meer damage dan. Ik ben level 3, dus. Wil je dat ik ook kom of is dat niet nodig? Nee, zou ik niet doen. Ik denk dat hij een Sunstrike gooide. Och, die ziet hij niet. Nee, dat heeft vol mana. I hope this Void likes his lane. Alright, this game is triggering the shit out of me. Hoe ben ik 10 en 5 in de offlane? Ik heb een klok gevonden. Je staat 0-0-0, hoe kan dat? Nou, ze zijn mid aan het fucken en ik ben gewoon aan het farmen. Kotl komt bottom. Kotl portage, hè? Ja, bottom. Ik wist het. Wat hij die shit ging doen. Heb jij een... Clarity? Nou, nah, ik weet niet. Ik wacht even op de wave en een heal bomb. Ik moet deze wave controleren, maar het is een beetje awkward allemaal. Tijd God! Uphill miss, natuurlijk. Tijd voor faceboots. Dat alles wat fout kan gaan voor me deze game gaat. Heeft iemand de courier nodig? Anders gebruik ik hem. Ja, nah, ik heb hem wel nodig. En dan laat ik hem wel eens staan. Ah, stout shield. Gast dit pakken. Klok is back in lane. Hij is gewoon weggegaan. Yo, ik kom. Ik ben de ogre aan het klikken, hij is al van ja, wacht. Oh. Kotl is nu missing.
sinds de klok is terug. Nee, Kot was nog steeds bot. Good shit, La. Nice. Ik hoop dat ik hier niet dood voor hoef te gaan. Ze rennen naar midlane volgens mij. Right, laten we naar bij. Oh, oké. Okay. Dat scheelt actually. Ik ben best wel blij dat hij dat doet. Het scheelt best wel veel tijd. Dan gebruik ik wel even de courier if you don't mind. Ik had niet verwacht dat hij Rocket level 3 zou pakken. Misschien was hij net geleveld toen ik zo lang. Nee, hij had al Rocket. Ik ben level. Kijk naar deze leuke level disparity, by the way. Ajax? Yo, fight this kid. Oh, no. My bad. Oh, sorry. Whatever. Oh, Kotl is weer bottom. Ja, ik ga richting top om die Void van te pressen. Oh, die staat al onder druk hoor, no worries. Ik ga mid worden. Ik ben level 5, hij is level 4. Merci. Net. Nee, I know, maar. Wil je hem aan de zuid- of noordkant hebben? Noordkant. Dang it. We are in accord. Kijk uit Ajax, ik ben er niet. Jawel. Indeed. Kan heb jij slow dan? Tom? Misschien ook. Ja, het is level 1. Oh. Ik heb geen TP. Ik heb geen Grave. Carty. Ah, ik ben al dood, is fine. Ja, sorry man, level 2. Ja, nice. Als ze zoveel pressure op mij willen leggen, vind ik het prima. Blauwe gaat zijn shit wel doen. I know he will. Oh, dat was close. Dat was heel close. Shit wordt gedaan. Hij staat hier. Help. Heb je een hoek? Do it. No. Mijn damage verschil is gewoon te groot met invoker. Fine. Creature, I guess. Did you mean to elude me? Q op hem. Ik weet niet waar Clockwork is. Did you mean to elude me? Ik ga een bottle kopen. Fuck dit. What the fuck, had hij een invis? Wat? Cast animation was te lang. Oh, voelt slecht. Clock is er. Oké, Clock is mid. Waarom is Clock nou weer mid? Wat? Omdat ze me echt haten. Apparently. Ik heb klariteit voor je. Ik heb lange tijd niet zoveel fucking agressie op een midlaan gezien. Doe je klariteit? One sec. Sure. Merci. Ah, hij krijgt ook nog eens een salve. Holy shit, wat een peniszuiger zijn het zeg. Ik krijg een clarity, I know, maar jullie zuigen ook een beetje aan mijn benen, dus dat waardeer ik. Je wist dat hij daar stond, Slever. Ja. Ik bedoel, Tan, het is jouw fout. Wat? Nee, ik zei Tan. Look at this fucking shit! Oh, that might be the wrong one. Oh, no, no, that's the correct one. Nice. Dang it. I go at will. Go. Hij heeft nog een cold snap. Door maladings. Nee, kom. Ah, ik got him, it's fine. TP is cool dan. My bad. Stupid of me. It's fine, I got him. Nee, het is stupid van mij. Ik had moeten weten dat. Ik dacht dat ze minder damage zouden doen, maar ik vergeet dat ik niet zo tanky ben. Nou, niet vergeten, maar ik dacht gewoon ja. Heb ik genoeg als damage? Als andere lanes genieten, ben ik een blije jongen. Ik heb genoeg damage als ik hem een beetje ga pre-klikken. Ajax, ik heb een tango voor je. Oh, lange TP. Kan je de wave niet onder toren halen? Oh. Not yours. Perfect. Als je in de wave gaat staan, dan heal ik je ook nog. Ja, sorry. I knew that was gonna happen. Ja. Ik heb zoveel Dazzle spelers gespeeld, man. Ja, ik wil je gewoon healen, man. Dat is oké. Sorry. Is een kotte daar. Clockwork missing. Clockwork is hier. Oh my. Oh, je brok de foil. Ik word gekrono. Oh, wat een speler! Ik kan trouwens niet meer blink heals gaan. Ik sta te ver achter. Dit is een probleem. Dat was een bash. Oh, fuck.
Wat? Range! Fuck, I got you baited. Word ik geflamed? Nee. Range. Je weet wel wat ik bedoel, je dikker. Oh, I saved you, I gave my life for you and you repaid me. Ja, maar hij was 20, hij zat echt zo, loop ik hier omhoog of naar rechts? Van, kom op, dat was gewoon double kill. Fucked up. I fucked up, man. Man, wat heb ik met namen kiezen die confusion geven? Ah. Ik ook gewoon mijn normale naam geeft zoveel confusion tijdens lessen. Wat dan? Wat is je naam? Nou, ik kon ja, ik ga bij de naam F, omdat mijn normale naam te lang is. Maar zo is van, ja, heb je het antwoord al? Van welke vraag? Ja, F. Ja, F. Ja, ja, wat? Ja, ja, I get it. Fucking annoying, man. Mensen denken dat ik grappen maak, maar het is fucking confusing. Oh. Misclicked, sorry, man. Oh my! Wow! God fucking. Double bash. Fuck off. You can be this lucky. Oh my god, clockwork in Milaan. Ik zei missing. Ja, yeah, I know, maar like. Oh my. Exact het moment dat ik aggressive op invoker. You can be this lucky. Kom op nou. Hoeveel bashes had hij? Twee achter elkaar. Daardoor ga je dood. Ja, yeah, veel seconden. Echt zo. Hij is zo fucking lucky. Maar don't worry, Ajax heeft free farm. Ja, ik had free farm totdat ik twee keer dood ging op zo'n meest mogelijke manier. Ik ga de game dragen. Zit de oude speler en alles? Oh, ik had nee. Vallen. Ja, nu niet meer. Kreef. Stick. Oh. Just try. Fuck, was dat slecht? Ja. Ik schrok me helemaal de tyfus, man. Dat het enemy punch was van what the fuck. Ik draai dat, maar ik kan niet wel kijken of ze nog meer spels hadden casten, maar whatever. Het hielp niet uiteindelijk. Ik ben naar Ajax. Oh, dat kan niet. Ben ik even blij dat ik voor mezelf heb gestart? Wordt mijn voice touch ook gerefreshed door allies? Ja. Player based damage. Nice. Wacht, nee, refreshed? Wat? Wat duration? De damage duration. Ik ook zo, wat? De damage. Ken je dat niet? De duration. Nee. Van de slow. Dat ding is heel scheid geworden, maar wordt gerefreshed. Wanneer wordt die gerefreshed? Okay, op player based damage. Dan wordt de duration gerefreshed. Nee, op attacks. Niet op abilities. Is bottom line oké? Nee. Ah, my bad, sorry man. Nou, liever dat op mij gebruikt wordt dan op jou, maar misschien was je eruit gegaan. Ja, misschien. Dat zit zo. Oh, no. Invisbot? Nice. Pak maar. Ja, ik kan moeilijk permanent niet in de hoekrange zijn. Ik ga vanaf nu gewoon mijn lane controlen en farmen, denk ik. Wat een lul. Over twee fucking batteries en dan een kok. Missing middle by the way, maar zit te jungelen. Kom maar, ik heb ik wil eigenlijk liever niet echt vechten tegen deze trui. Ja, ik kan bottom komen, maar... Ja, als je komt dan kunnen we kills maken. Oh, hou die creep even uit mijn vision. Ogre, hallo? Ja, hier? Ik kan er moeilijk bij komen, gek. Die broke de coil, kill die ogre gewoon. I'm working on it. There you go. Ik heb een klariteit voor je, Blue Eye. Missing middle. Oh, hello there. Geen mana voor Grave. Void is er ook. Missing middle. Invoice bot. Dat weten we. Even run. Waar is die in? Weer twee bashes. First hit bash, die kerel. Ik ben zo klaar van deze Void, hè. En die denkt dat hij goed is in dit spel. Hij drukt echt. Oh my god, ik ben zo klaar. Het was al een grote rotation. Ja, het hele team is naar bottom gekomen. Ja, ik moest gewoon een midlaner voor. Van het hele team. Everybody. Hij heeft een raindrop, by the way. Oh, don't show me. Oh my god. Wat als ze er nog steeds waren? Wat ga je nu doen? Ik had wel die invoker gekillt. Dat is mooi. Nou. Wat, je hebt een invoker gekillt? Je hebt een invoker gekillt? Nice. Ja. Question mark?
Kijk, killed Invoker, 519 gold. Triple Sliver God. And you thought I was noob. You were right. Plus 1 bot. Precies. Kotel ulted. Sorry, ik ga voorlopig even niet verder. Ja, ik ben je plus 1, maar... Waarom breken mensen de coil altijd? Ik snap het echt niet. Waarom breekt hij de coil? Ik ben sneller weg. Ja, ik heb geen type. Maar dat doet film, het doet keiveel damage, die break. Ik kan niet heel veel doen tegen een... Ja, dat weet als ik. Ja, ik kan ze niet zien. Vet. Ja, ik ben level 6, ik kan gewoon heel weinig uit nou. Ja. Hoeveel waren er mid? 2. Clockwork, okay. Info. Ja, Clockshot en 2 is ook bot. Ja, wat doe je dan? Clockwork heeft bijna zijn blade mill. Oh boy. Ik had wel trouwens bijna mid tower gegeten. Die zal binnenkort down zijn. De volgende keer dat Invoker wegloopt. Nou, Void heeft top gepoord, dus hij heeft geen tippie. Shrine. Oh, ik wou hem niet stelen. Heeft iemand een suggestie voor ward positions? Op de map. Hier, niet gehoekt kan worden van achter, wat net gebeurde. Achter? Ja. Okay. Ik heb geen detect. Maar... En Kotel mid. Ja, ik wil hun icon worden, maar... Hebben we een dream call? Ik denk dat Info dan wat dood kan. Oh, hookshot mist. Invoker en Kotel zijn geweefd. Oh, ik ben getornado. Dat is een blade mail. Ah, ik blok mezelf met illusions. Ik heb geen grave, by the way. Nice, goed. Hij is op bot. Oh, ik... Hook in 3. Help. Almost. Void push bottom. Ik ga die eerst pakken. Ja, oké. Okay. Dan laat ik hem liggen. Ik heb ook bot. Nee, ik heb... ook bottom op, maar. Nou, ik... Dan pak deze bounty room wel op, hè. Het is dan dat je het nog zei, anders had ik hem al... Ja, en deze ook. Bitch. Nice. Value. Clockwork bot. Was hij nou in? Ja, weet ik niet. Ik zag hem ook niet meer daar waar die tipie de... Graves is nog op cooldown. Ik heb echt problemen met mijn races, man. Ik ben fucking garbage. Holy shit, zag iemand dat? Hoe slecht die race was? Ja, hij zal dat. Mijn god, report me maar. Nah. We love you. I hate myself. We hebben report. Same. You're not alone. Ze moesten zeggen, ja, same, I also hate you. Hey. Why? Wat heeft Void? Schaduwzwaard. Alright. 3, nu moet ik ook nog eens detection kopen. Oh, you got him, you got him. Helaas ben ik er niet bij. Helaas klapt hij jou gewoon. Oké, hij is een beetje een poes. Ik heb geen detection. Oh, Kotel is mid. Ja, ik ben dust aan het fixen. Wow, dat klipte. Wow, lame. Kan ik naar mid doen? Kawaii of fuck. Yo. Ik kon gewoon niks casten, man. Hij is red. Oh no, you're fine. Jules gewoon een van... Oh no, doe Jules. Ja, lul. Lul. Ja, nu bitches. Oh, oh nee, wat ze hebben. Now you're dead. He's fine, dude. Say he is kill, but he is not. Mag ik die middelaan farmen? Ja, yeah, sure. But you bent... Je bent schaduwvriend. Ik denk dat volgens mij heb ik mijn boy Sliver gered. Ik weet niet hoor. Wat? Wat? Hij heeft mij in rotation gespot.
voelt slecht. Hoe heb je hem? Is hier een grote ancient stack of niet? Dit is een triple stack. Kotto kan dood, denk ik. Ik dacht echt dat hij goed geraakt was. Ja, ik ook. Er is een clockwork wel erachter. Ik neem waar ik naartoe is. Lauw, kan je connecten? Ik ben aan het connecten. Yo. Ja, ik heb 0 mana. Connect middel. Of they all run away. Blok hem af dan. Never mind. Ja, dat... Sorry, ik zal het volgende keer even zeggen. Ja. Daar. Ik ga mijn blinken afmaken. Ik was even in the moment. A for effort. F. You get an F now. Dang it. Iets te snel voor die inside joke misschien? Oh, no, I got the joke. Ik heb lag. It's a range joke. Oh, help. Ik snap hem. Ik kom eraan, maar ik ben weg. Haha, Chrono Sunstrike. Het is steeds een focus probleem. Hij vindt het heel cool dat hij kan strijken in een Chrono. Ren. Ja, hij kan geen tornado raken. Hoeveel zijn dat er? 3? 3? Hij ziet er alleen uit namelijk. Hij dacht hier. Ja, dat weet ik. Never been pressured this hard. Er zitten 4 om je heen. Gelukkig gaat mijn held Ajax maar carryen. He got it. Ik had eerder moeten weaven. Heb je das in mij? Ja. Oh my god. Get him. Don't let him TP, my man. Nice. Goed gespeeld. Range recommendations. Wat? Oh my god, the physical damage. Aghanims? Ja. Just like. Yes. Dan zou ik ook aan te denken. Yo, daar gaan. Ja, ik zag hem gecast worden. Daar gaan wards op de grond. Ja, zagen mij hem net die worden. En dan gooi jij er een normale ward voor op. Nee, please don't. Ja, als je daar die ward, waarom gooi je er dan normale ops bij? Dat is een goed punt. Zeker. Niet aangeraden. Ik had een sentry hier, toen had ik hier gevision over. Zet hem hier op de hill dan. De sentry. Ik ben er. Ja, daarnet had ik dus een ops en een sentry geplaatst. En toen kwam ik erachter dat ze alleen een ops hadden. Oh! Bloederige creeps. I really don't get it. There are only some is wrong. Clockwork stroke. Ja, I'm out. Ja, ik ben heel laag level right now. Can't do anything. Kan ook nergens echt farmen ofzo. Ik ben even naar base. 10 seconden, BRB. Broodje. vind ik ook. The man, the myth, the broodje. Oh, blokker. Claire. Dit is wel echt een lange cooldown nu. Wat, waarop? Poison touch. Ja, anders was hij echt goed hoor. Ja, yeah, I know. Oh god, I'm dead. Yeah, I could have told you, but... Okay. But you didn't. Op een schaal van 1 tot... I could have told you, but I didn't. Moeilijk, hoe moeilijk is het spelletje? Best wel moeilijk, denk ik. Ja, dat zie ik. Is Chrono used? Nee. Moet ik terugkomen of hoe zit dat? Ik denk dat we hem desnoods gewoon geven hoor. T-Rex. Ze hebben die kotel blast. Het is nacht. Hebben we nog steeds. Ah, nou is het, die kotel is alweer terug. Oh, kunnen we fighten? Heeft niet het. Ja, sowieso GTFO'en denk ik. Ik hoop dat ze niet bij mij zijn. Invoker gaat nu Aghanims. Ik heb veel damage gedaan op hun daar. Nou, ik heb basically tier 2 bots, dus een deny range. Ik heb hem niet af te maken. Ik had 4 man Rift Orb, so that the back. Ja, dat is fijn.
No coil. Zodra we die Aghanims krijgen op blauw, is het ook een stuk makkelijker te fighten. Ik zit alleen echt te twijfelen over mijn item build deze keer. Ik wil ruimte maken voor mijn boy Ajax om te pushen als zij high ground nemen. Maar aan de andere kant is het ook wel sterk als ik gewoon Boots of Travel ga met een mega push. Blauwe hoogte bot gaat er zo meteen aan komen. Alleen pusht in. Ik bedoel, blauwe hoogte zijn ze allemaal. Waarschijnlijk. Oké, okay, ik ga weer vision. Mag ik die eerst? Mag ik die eerst? Ze hebben vision hier. Oh, shit, my brain. It took so long. Hij is door jou heen. Was hij nou door jou heen gegaan? Zag ik dat goed? Wat? Ik zag een of andere timewalk ding door jou heen gaan. Oh, daar. Was ik aan het opletten, denk ik. Ik neem aan dat ik gewoon in base blijf. Nee, hier, Void. Volgens mij timewalkt hij door jou heen. Void heeft TP's. Ik ben even aan het checken. Ogre heeft TP's. Ja, en Walker is top. Klok heeft TP's. Walker TP. Klok is TP'ing. Nee, ik heb gratis tier 2 mid. Walk is aan het TP. Nah, I'm dead as fuck. Void's never mind de gratis part. Blijf doorlopen, blijf doorlopen. Oh. Oh, whoops. Void is net getypt. Void is geport. Void achter ons. Ja. Get out, Ajax. Is fijn. We hebben nu 3 tier 3's basically. Nou ja, tier 2 is bedoel ik. Oh, Rio Void daar. Guys, ik heb eindelijk Arcanes. Halverwege Aghanims op Kotl. Ga ik überhaupt nog Arcanes? Waarschijnlijk niet. Zou ik gewoon met Dalian gaan? Alhoewel. Ja, haal maar Arcanes. Ja, dat is mijn reden erop afblijven, wat jong. Nou, ik kan het niet eens denyen, what the fuck? Hoezo kan je niet denyen? Omdat hij niet van hem is. Dit is een friendly item. Weet je nooit. Ik denk dat ze in Rose zitten? Yep. Ja, dat denk ik ook. Speak of the devil. Blijf top. Ja, maar ik moet wel weten waar ze zitten. Ja, ik ga botlane gewoon pushen. Als wij high ground gaan... Ik zou daar niet naartoe lopen, Tom. Okay. I would suggest not being there. Dat wij. Aegis op Invoker? Yep. Oké. En bot. Als jullie ze gewoon weten te stallen, dan... Kotl op top. Kotl is top, oké. Dan ga ik die tier 2 bot proberen. Ja, ze zijn sowieso gesplit, volgens mij. Ja, twee van hun zitten de schijn te slaan. Ik heb de creeper even genuked, so it's fine. Ik heb een enorme wave. We zien ze niet. Over ook. Exactly. Ze zijn er top getypied. Twee. Ze zijn weg. Void en Invoker missing. Void was er nog midden, of was dat Illu? Illu. Blijf Void. Gewoon antwoorden, Illu. Eén woord. Niet te lange antwoorden maken. Ik heb 3 mensen op me. Ik heb wel tower getekend. Nou, dat is prima. Hard game, man. Ik zag niet dat het een illusion was. Ja, daarom zeg ik het gewoon. I'm just making space for my boy Ajax. And your puck apparently. Ook dat. My boy puck. Kunnen we een bot fighten? Ik heb het in uur 2. Ik heb ja, het precies. Pak. Heeft hij eigenlijk een bot? Blokker is ergens in ons. 3 high value targets op bot. Yo, ready to jump. Kijk uit voor Khan. Geen TP op Twitch. Hij heeft de coil gebroken op Void. Ik heb geen mana meer. Oh, ik sta... Fuck. Dat was een hele lange TP-sliver. Ik heb dust. Jullie hebben klok, wij gaan voor Ogre. Ik voorstel je. Oh, nevermind. Easy game! Zo doen we dat. Dat is hoe we dit spelletje doen. En dat was okay, zonder Axe. Blijf samen, ga voor mid. Denk ik mid? Ja, dus ik ben dus laag. Push bot uit en dan kom ik eraan. With
hoe we dit voor. Someone is live? Ja, actually. Ik heb voor Chrono. Nee, Chrono is down. Chrono is down. Chrono is down, maar we wel kot op blaas. Ik kom eraan. Oh nee. Fuck it. Ik heb one charges. Ja, deze? Terug denk ik. Go for a hook. Ja, ja. Terug gewoon. Prima. Ajax, ga je voor top, dan ga ik voor bot. Yo. Ga ik voor de roon. Geen roon, veel spam, zo blijven ownen, opsplitten en vervolgens fights nemen. Laat de invoker nou Lincolns? Lincolns. Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht misschien refresher. Als hij maar refresher gaat, is het een easy game. Dus ik heb Monkey King nodig tegen Kotto waarschijnlijk, hè? Wat? Ja. Yeah. Nou, of je moet je Manta daarvoor bewaren. En dan mana leek die en dan ben je sad. Dat is een ogre. En een invoker. En een invoker. En hem kom hier aan, denk ik. Ik heb nog geen TP ready. Hoe lang nog? Omdat ik wacht eigenlijk op de curry, die never returned. Oh nee. Alright. Ik heb een grave voor je. Heb je grave? Ja. Zolang niet gestunt wordt. The Great Escape is dit. Oh. Ik kan je hoek in. Oké, je bent fijn. Nee, nog steeds stand goed gedaan. Je hebt space gecreëerd voor dit. Ja, maar de grave was een beetje. Klok die beat, klok die beat. Ja, en dingen zo. Ja, Void ook, Void ook, Void is ook aan TP. Really? Ja. Kappa 1, 2, 3. Ogre, Witface. Lul. Unused. Ben je oké? Am I oké? Oh, geen bash. Ja, you're fine, dude. Who cares? Well played, Ajax. Oh, first hit bash nou? Ja, ik dacht al, die ziet er net aan te komen, zeker. Oh, ik kon hem voelen. Is lekker hoor. Willen wij daar connecten? Nee. Nee. Is dit wanneer kan hij bij Dagon? Rie. We hebben een tier 3 boys. Nah, Lincolns of Shivas is veel leuker. Ja, ik wil net zeggen Lincolns of Shivas. Dus... Je moet bot even pushen. Nee, ik ga wel voor bot. Ik ben gewoon een grave bot. Right now. Welkom in Dazzleland. Een healable tower damage. Feels good, man. Oh, 100 goud? Oh, thanks. Get out. Rocket Flare used. Wow. Wow. Rocket Flare cooldown, oh boys. God. Oh, shit, boys. V1. V1, Zulul. Exactly so. No hate. No. Jawel. Oh, okay. Much hate. Thanks, Slaver. Love you too. Ik hoop dat hij hem breekt. Breek hem. Ah, oh, fucker. Ze rotaten. Gewoon klikken. Ik heb er een TP. Ze komen er allemaal aan. Oh, dat is een observer. I'm retarded. Oh, what the fuck? Cataclysm, oh boy. Cataclysm, lol. Blocking me? Wat is hier beter eigenlijk? Mana shield of spell shield bedoel ik? Of... Spell shield for sure, right? Om blinken voor mana te drainen. Time lock is ook magic damage, hè? Ja. Yeah. Maar geeft die cataclysm ook op iedereen gewoon vision? Ja. Ja. What the fuck? Het geeft vision voor ons en voor hun. Iedereen ziet het. Het is de apocalypse, man. Ik ben boos. Sorry. Didn't talk. Mean to take your last hits. Nou, echt wel. Oh, nou, in dat geval wel. Wacht, die... Die voor op AM. Ja, maar hij wordt gechased, ja, dus ik pak hem al. Ja, you're fine. He doesn't give a fuck, though. Kunnen we turnen? Ja, yeah, oh, we're turning. We're turning on this, right? Ja, maar ik heb een beetje weinig mana om te turn. Oh. Ik heb een clarity voor je. Kappen. Nee! Tanden clarity bot. Ga maar gewoon bot even, niet turnen. Ja, ik ga bot doen.
Nou, hij is op. Ja, ik wil XP vangen. Moet wel even afbeelden. Oké, dat was een nice chrono, I guess. Nice. Waarom is de Tom alweer gekocht? Rie. Level 13, for God's sake. Ik denk dat dit trouwens de 12e hoek is die op mij is gebruikt deze game. Ja, okay. Heb je ze geteld? Ja, ik heb ze zitten tellen. Het aantal des dat ik heb is het aantal hoeks dat op mij gebruikt is. Ja, precies. Ik heb exact hetzelfde. Nee, niet waar. Je bent één keer gehoekt en heb je gered. Oh ja. Dat is 13. Invoker en Oker zijn top. Iedereen komt top. Invoker... Is... Niet... Terug dan. Ja, ik ren al. Ik ben niet snel. Kan je midwave cutten, Ajax? Wat cut? Wat? Cutten. Snijden. Onderscheppen. Daar is een courier. I don't care, courier, to be fair. Not in this game. Zit op ons high ground, boys. Kan je ze bezighouden, Blauw? Oh, we hebben nog... moeilijk. Eentje is aan we poorten. Klok is typisch. Cancelled klok. We lost melee, Rex, by the way. That's fine, that's fine. Hij cancelt de klok TP, maar... Oeh, Cataclysm, ja, what the fuck? Fight eigenlijk? Yo, Ajax, help. Ik wou eigenlijk... Oké, Envo is hier, Envo is hier. Bristol. Fight. Hij cancelt Kotl TP. Oh nee. Ah. Shadow, Bliad. Tornado. Ja, hij heeft hij al gewerkt. Oké. Okay. Initiated hier. Ja, ik zag team invoked. Ik dacht misschien gaat hij een random throw. Woe! En wie voor nog een cataclysm op mijn hoofd straks? Hij viel clutch. Nee, dat is een minuut cooldown. Oh, oké, okay, lit. Nee, meer. 90 seconden dan. 90. Oh, 90. Sorry. Anderhalf. Wat hebben we daaruit gekregen? Oh, kill Roche. Nice. Prima. En Roche, nice. Wanneer hebben we de tier 3 opgepakt? Nee, ik heb dat een keer gedaan. Ja. Nice. Kak. Kak, inderdaad. Vind ik ook. Ex-squeeze me. Ja. Ik bedoel, ik kan die high ground niet verdedigen. Ik kan al een typisch cancelen. Kan je illusions het laten tanken, hè? Ik hoop dat met die cancels dat we er wat base cancel! Dat je er wat base uit haalt. Cancel, hoor! Nee, dat is cancel lul voor jou. Cancel blad! Cancel blad. Zag je die heel bomb? Ik ook niet. Okay. Oh, ik kan roach. Oké, dat is wel nice. Waar kaas? Ik ren. Ik... Geef hem niet de nekschot vast. He's not giving it. Kaas met nekschot. Ik heb niet echt slots meer voor detection. Fok. Ja, ik kan mijn wand verkopen. Ja, dat doe ik wel. Nee, dat detection meer value is dan jouw wand. Ja, daarom heb ik hem al verkocht. Ik heb grote wave op top. Is het in de fight belangrijker om onszelf te weave of de enemies? Enemies, I think. Ja, yeah. Ik heb hier een info. Ja, ik heb niet echt wat. Ik ben niet waarom was ik gestunt? Oh, hij is invis hier. Is fijn, is fijn. Get info. Oh no. Ik denk dat jij hem gewoon over. Linker. Ja. Ik dacht dat ik de last hit afpakte. Nice, well played. It's worth. Ja, maar hij was alleen... Dus daar kon ik niet zo wat tegen doen. Hmm? De... Boy. Ik snap alleen niet hoe ik gestunt was net. Want ik zat mijn voorstaf te spammen en het gebeurde gewoon niet. Prima Blinky. Shit. Nou, ik heb geen Aegis meer, hè? Yo. Prima. Oh, perfect. Get bashed. Oh, we hebben kaas. This is the time when we're back, I think. I need help. Yo, we back. I'm fine. Ik ga mid deffen, want mid gaat op een brand een beetje naar binnen. Oh. En we hebben twee buybacks geforced, dus gewoon... Ik koffer me wel op. Oké, okay, doei. Bye bye. Ik ken jou niet. Ik hou ze bezig, man. I'm fine with this. Ik word wel gewoon echt hard gepermest. Damn, is dat extra cold snap stun of zo? Heart of Skadi. No, Slipper. Skadi. IMO. Fuck, you. You
Je kan bijna iedereen zijn damage tanken behalve Void. En met armor kan je dat ook. Met wat? Skadi overhard. Want je hebt al je spell shield extra, lijkt mij. Nou, dan kan je, met die logica kan je dan AC bouwen. Ja, dat zou ik met AC bezig. Maar AC was volgens mij niet worth, dacht ik. Ik ben met AC bezig. Ja. Okay. Gaan we aan Skadi. Ah, juke the bitch! Skadi is wel leuk, want dan heb je de orb tenminste op je. Ik heb de klokker gejuked, jongens. Daarom juist, dat is de joke. Wat ben jij toch goed? Waar is de JPEG? Oh, dat was een hookshot. Hij heeft een eigen is de klok. Dat ik ook. Void heeft ook MKB. Hey. Hij heeft geen mana. Dit is niet een play. Nope, ik ben rest in niet. Peace, Blue Eye. Waar heb je het over? Ik ben een puck. Rest in peace. Rest in peace, Sliver. Oh, nee. Nee hoor. Hoorde iemand anders die hoek ook missen? Ja, ik heb er nu al 3 achter elkaar gemist. Maar ik zeg, voor mij klonk het daar harde raak, of niet? Dit is flink wat space, I guess. Pak die Rex. Typicottel. Instabash. Oh my god, Instabash. Hij heeft Kono nog. Ze hebben allebei de Akaris Instabashje. Hij is wel geweaved, hè? Let's go. Nee, don't do this. Perfect. Ik heb beter. Hij bleef gewoon in lane staan, dat was wel speciaal van hem. Cataclysm. Oh no! Blinking into Cataclysm. Fucking Cataclysm, man. Oh, so garbage. Of ga ik voor Aghanims? Fuck you! Ik vind Cataclysm echt garbage. Echt waar. Ja, de electric is beter. Ja, het klinkt je hebt 35 electric damage attack speed, pardon. Yo, you okay? Hallo? Kill hem, heb je bash? Ja, maar, hij heeft Lincolns en shit. Ja, ik breek zijn Lincolns. No cares. Oh. No cares, Lincolns. Hier komt de big boy weave. Die maar 2 mensen raakt. Oké, iemand was geblade mailed. Ik was niet in range, sorry man. Oh, haalde het alweer. That's fine, hij is dood. Licking. Er komt wel een invoker. Ik buyback, om te pushen. Ik heb een grave Void heeft geen buyback meer. Ja precies, daarom. Buyback. Mijn aura is best wel important. Kunnen we dan wel pushen, sirs? Ja, yeah, I'm kinda low in getting 5 ogres and shit. Kan iemand zijn Lincoln zo meteen bereiken? Ik heb... Weave op... Void is up. Link is gebroken. Hij is geweefd, de invoker. Jongens, voor je te suppen. Oh. Dus ja, maar ik kan maar één lane red deffen. Jij hebt bottom free lane. Oh! Oh! Are you okay, sir? Wat? I am so okay. Yo, wat, hoe ziet Link eruit? Oké, Link. Hallo sir! Blokker, kijk aan hem. I'm just dancing Blokker, around them, boys. No I'm literally dancing, this hero. Ow. Is Chrono eigenlijk ook? Oh my god! Ja, double bashed. Cup, keeper. Rest in pieces. Oh, dat is wel vatten. Dat is dan leuk. Ja, nee! Actually. This guy, man. You might be dead still. I am. You got you're safe. Fine. Oh, they're the cogs. Oh. I'm still fine. Are you fine, though? I'm a bash. Still fine. Thou art a devil. Pure. Haha. You're so vies. Yo, mid lane. Mid lane. Yeah, working on it. Oké, okay, Dazzle, you got it. I got him. Ik heb best wel wat damage op die melee Rex gedaan. Dit is best wel nicer. Ik vind het zo mooi. Hoe de 4K meta letterlijk overroteren een 5-man is. En daarna ga je split pushen en dan zijn ze van Thinking. Range, wat is je complete naam dan? Efraim. Hoe? Hoezo is dat te lang?
Nee, het is niet te lang, het is te moeilijk voor mensen. Mag ik die Invisor? Of heb je hem echt nodig? Daar was een void mat. Ik wil niet vibe. Ja, daar. There was one Dazzle! Doe maar alsof ik niks heb gezien. Blink Takuru. Yo, punch that. Ik weet niet zo goed wat ik moet builden right now. Ga ik gewoon die AC afmaken? BKB, jongen. BKB doet helemaal niks hier. Oeps. Voor mij tenminste. Like, mijn taak is niet mensen te bevechten. Mijn taak is space te creëren of gewoon building damage te doen. Ja, dan gaat Desolator. Ja, ik heb liever AC dan een Deso, to be fair. Ja, go AC dan. Precies. Wat zit je nou weer agressief te doen, hè, Rodion? Is dat dan dat je Turks bent? Ja. Ik denk het wel. Zijn ze hier racistisch? Zeker ook een PVV-stemmer. Ja, wow. Echt een PVV-stemmer. Nee, ik bedoel Marv. Wait, what? Marv? Ja, Marv is VVD-stemmer, you fuck. Oh, ik weet niet waarom jij je vaak zo laat zien in creepbase, maar volgens mij heb je echt een death wish. Ze hebben vast geen vision, toch? Nee. Doopt. Hij komt op! Als je zijn linkers kan breken, kan ik in volken krippen. Lobo! Dang it! Hey Ajax, jij ook hier. Void breekt dus een coil. Brak. Ben je brak? Nou, ja, oftewel, dat stunt voor 4 seconden. Help me. Ik heb alweer zo'n... Oh. Ik heb niet zoveel mana, anders yes. Maar ik ben een beetje bang. Kan zijn linkers ook niet breken. Alright. Ranged midlane gepakt. Nee. Ik stond daar gewoon te hitten, terwijl die clockwork weer in zijn kok zat met zijn battery assault op. Ik was van, I don't care. Oh, well. Ik hit gewoon je Rex, bitch. Ik heb Boots of Travel 2 nou. Exactly. Nice, ja. Wie goed nou? Ik loop naar mid voor die invoker. Is dit nou wanneer ik Moonshards voor people kan ik plus 1, 2, 3? Oh god. Ik ben er. Plus... I'm all the backup you need. I found them. Oh, you don't need me. Ik weave even voor de traces. Fucking owned. Oh my god, Kotel! Hoerie! Hoerie? Die hele korte rie, gewoon uit de reactie. Rie! Hey, dog. Dog! Dat was goede ult weer, Blauwig. Blauwig is zo goed, actually. Oog is zo en Ajax, actually. Maar actually, we hebben Ajax al die space gegeven, dus... Gast, waarom heb je niet... Oh my boy! Waar is de Dream Core? Wat is die magic trick? Jezus man, are you okay? Hier, kom hier. Nice. Give you a hug. Give you a hug. Oh boy. Good game, he tried. Linkens. Laat me even mijn glimmer cape af. Nee, laat mijn glimmer cape afmaken. Rie! Ja, precies, dat is gewoon een punish. What fuckers? What are you complaining about? Was het een invoker easy mid or what? Invoker void is 2k. Nee. Hij is zo van vieze ratten. Well, that void is 2k, I see. Ik geef Sliver een comment. Mm-hmm. Ja, 2K Void. Hey, waarom krijg ik geen comment? Ik heb alle fucking abuse van deze game getankt, hallo. Iedereen krijgt een comment. Oh, plus 29? Oh! Hallo, Tan, had jij 4 mensen in je lane? Ik dacht het niet. Like, hoe scared ben jij als je een Gold Step op je hebt, en er een Mana League op je zit, en er een Ogre Ignite op je zit, en er opeens een Clockwork uit de dienst nog op je afkomt rennen? Mm. Terwijl je level 2 bent. Ja, dan werken ze van, Wees ze van, en ze van, ja, we hebben toch een anti-mage? Ja. Ja, dat maakt niet uit. I'm out. Wat? Tisties. Man, een beetje... I'm so funny. Beetje niet voor speed spelen.
Ik heb meer dan de helft van mijn net worth aan support items besteed. Wrong. Yeah. Nee, dat is foute wiskunde, sir. Van je huidige net worth. 3. Ja, precies. Ik heb 241 DPM, hallo. Jezus, mannen, dus ook. Hoe heb ik meer money dan range? Oh, wait. 14 Sure. Sure. Maar jij hebt meer GPM. Zelfs met die tellen heb je 490 GPM. 24, maar dat was pas aan het einde. Nee, maar hij heeft meer GPM. Ik zo van, wait, oh ja, 14 devs. Actually, ik ben nog surprised dat ik meer GPM heb. Maar het is just running around. Dat je eindelijk terug respawnt naar lane TP, en er komt direct een fucking chrono op je TP. Jij was lanes aan het duwen uiteindelijk. Ja, zoals ik al zei, free anti-match game, I guess, I don't know. Ja, maar als je gewoon niet deelt van dit soort games, dan is het gewoon helemaal fijn. Is dat weer een stille hint? Op midland, tenminste. En dit is precies de reason waarom ik niet tegen anti-match kan winnen. Daarom ban of pick. Dan schiet ik wel op. Wat, omdat zij incompetente gladjakkers zijn? Ja, dat ook. Ze zetten druk op de Shadow Fiend. Dus van, anti-match, Safe lane, void, puck free lane, Fucking... Sliver, ben je nou met school? Nee. Ja, hij is aan het oefenen. Hey, DDC gaat door, hè? Hype. DDC gaat door, dus nu moet ik wel oefenen of zo. Gewoon merge dan. Natte Tan 4K hype? What? Of dat wacht je op meer mensen, Sliver? Natte Tan is 4K, what? Met... What? Je is 4K, man. Wie heeft je naar 4K geboost, joh? Nee, dat is mijn combined MMR met party en solo. Dat is niet meer echt een party. Oh, oké. Okay. Oh. Dan klopt het nog. Dan klopt het nog. Mijn page is bijzonder red, moet ik zeggen. Voelt fucking slecht. Banking. Maar ook gewoon, er is één game en daarvoor hadden we onder de 25. De rest allemaal 25 of meer. Winst en losses. Gewoon min 28, min 36, plus 36. Ja. Matchmaking. Matchmaking, joh. Matchmaking. Als je zoveel red hebt, dan moet je red eye noemen, niet blue eye. Ha! Ja. Nee. Ik weet dat die al bestaat. Wat een joke. Die grap heb ik nog nooit gehoord. Ja. Blijkbaar. Soms zit er een Lina in je game en die bent gewoon. Waar heb je het over? Ik kom dan met zo'n slecht excuus van guys, hij heeft toen wissel het game. Actually has to whistle. Ja, actually, that I just completely forgot. Ik maakte maar een grapje. Ik was maar 4-5 minuten te laat uiteindelijk. Misschien moet ik wel even eten gaan maken. 5 speelminuten. Only disappointed. Yeah. I was, want die game had overigens kunnen winnen. Nou ja, bedankt voor de game. En nog een prettige avond. Ja. Ik hoop dat je sterft. Hey, later. Goed voor mijn pick in de race.